Dames en heren, goedenavond. Ook van gewest tot gewest gaat vanavond natuurlijk niet voorbij aan deze speciale Koninginnedag. En we doen dat met een aantal reportages uit de provincie die allemaal met het Huis van Oranje en de feestelijkheden van vandaag te maken hebben. Zo gaan we naar 's-Hertogenbosch, waar een zeer historische broederschap huist en waarvan de leden van het Huis van Oranje erelid zijn. We duiken terug in de geschiedenis. U ziet een van de eerste gewestreportages over wat allemaal in Nederland de naam Beatrix draagt. We waren in de Prinsessenhof in Leeuwarden op een Oranje en een ridderorden tentoonstelling en in Apeldoorn waar Koninginnedag op een andere dag valt. We brachten ook een bezoek aan Marken dat 30 april op een bijzonder kleurrijke en traditionele manier viert. Maar eerst een stukje verleden. Prinses Beatrix is koningin Beatrix geworden en koningin Juliana heet nu officieel prinses Juliana. Nu zijn er in ons land nogal wat straten, pleinen, gebouwen, verenigingen en noem maar op die de naam van prinses Beatrix of koningin Juliana dragen. Wat moet er nu met dat koningin of prinses gebeuren? Wat de straten en pleinen betreft, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft geadviseerd de naamgeving maar te laten zoals hij is. Prinses Beatrixstraat kan dus gewoon Prinses Beatrixstraat blijven. Dat is niet ongepast, heeft de vereniging uitgezocht en het bespaart bovendien miljoenen. 15 jaar geleden maakte Van Gewest tot Gewest een reportage over die naamgeving. Alles wat in ons land de naam Beatrix droeg, werd met de filmcamera, in zwart-wit nog, geregistreerd. Het leek ons aardig u nu eens een stukje van Nederland van 15 jaar geleden te laten zien. Veel ervan is al geschiedenis geworden, ook sommige projecten die toen hoopvol en trots de naam Prinses Beatrix toebedeeld kregen.